ga wel trouwens vandaag een overblijvers ophalen bij Albert Heijn in Zwolle. Ja. Nou, na ongeveer 4 weken heb ik weer kaas. Beste mensen, super tof dat jij weer hebt geklikt op deze vlog. Ik heb niet veel energie, maar ik doe wel alsof ik heel veel energie heb. Hé, hey, dat kan wel als vlogger zijn dat je daar iets te eerlijk over bent. Ik heb net de vlog bewerkt die jullie gisteren online zagen. Iedere dag begin ik eigenlijk een beetje de vlog wanneer ik de vorige vlog dan eigenlijk heb bewerkt. En ik vraag me af of jullie deze nieuwe variatie of nieuwe ding van de vlogs wel leuk vinden, want ik ga niet meer knippen en plakken, omdat ik nu wel meer tijd voor wil hebben om, want ik begin al vrij vroeg met het bewerken van de vlogs, de laatste paar dagen eigenlijk, omdat ik wil hebben dat mijn vlogs ook wat leuker worden. En ik vraag me af dat jullie dit concept helemaal ook leuk vinden en dat jullie de thumbnails ook blijven leuk vinden. Dus laat het uiteraard graag weten hier beneden in de reacties. Ja, voor vandaag staat er niet zo heel veel gepland. Het is een beetje zoals voorspeld, weer rustig. Ik ga wel trouwens vandaag een overblijvers ophalen bij Albert Heijn in Zwolle. Dus daar ga ik daar naartoe. Ja, ik reis in geheel gratis, maar ik ga dan nog even met de bus heen en terug. Dus dan betaal je eigenlijk in totaal voor zo'n overblijver 8 euro. Is wel pittig, maar dat maakt in die zin niet zo veel uit eigenlijk. Dus ik ga nog even iets voor mezelf doen, want ik heb eigenlijk alles gedaan wat ik eigenlijk moest doen voor vandaag. Ik hoef geen wasjes meer op te hangen, want ja, hier staat iets, daar staat iets, hier staat iets. Bed heb ik wel nog even op kunnen maken, eromheen. Ben ik eerlijk in, had ik niet zo heel veel zin in. Maar we gaan er alsnog een hele leuke dag van maken. Ik hoop natuurlijk dat jullie al een leuke dag hebben gehad. Want ja, de meeste mensen kijken de vlogs vaak een beetje laat op de dag. Of in ieder geval in de avond. Dat kan ik zien in de statistieken. En deze vlog van gisteren die staat nu bijna 50% in de rendering. Om het maar zo te zeggen. Ja, dus geniet van deze vlog. Nu eventjes naar de Jumbo toe. Om daar een paar boodschappen te halen, want brood is op en ik moet nog eten. En dan, dan kom ik zo weer bij jullie terug wat ik allemaal heb gekocht. Net terug van de Jumbo, ik doe even les even aan. God, wat heb ik weer. Conditie is echt helemaal niks meer tegenwoordig, dat kan ik je wel zeggen. Hopelijk gaat het in de toekomst beter. Nou, ik heb in ieder geval van Vivera de shawarma. Die ga ik later opbakken trouwens. Ik heb een beetje, zoals is brood. Ja, van 2,30 naar 2,40 euro, dat zie ik gewoon. Omdat ik het elke week al. Hier gekookte worst. Dat is chocolademelk. Normale melk. Jumbo schouderborrelappeltjes. Niet als, zoals zetmeel. En dan heb ik daar ook water op staan. Standje 9. Die begint ook lekker flink warm te worden. Nog een pak chocolademelk. En 2 pakken taxi. Ja. Even zin in actie. Vandaag nog geldig. Even zin. Gratis. Ja. Nou, ik ga in ieder geval boter zo erin doen. Dit opbakken. Dit daarin doen. Dat op het einde bakken. En dan zie ik jullie zo weer. Zo, de kip begint al lekker goed gaar te worden, dat is ook fijn. Het water die staat al op. En dan ga ik uiteraard dit daarin doen. Dan met de Vivera die ik vorige week had gekocht, was 1% gratis, dus semi-gratis. Op zich niet zo heel erg duur recept. Nou, even alles een beetje bij elkaar heen mengen. Ja, kijk. Dit is in principe een recept voor 2 personen, maar ik heb goede trek, dus bij mij past het er wel in. Dit zou
is eigenlijk qua berekening, zou dit 6 euro kunnen zijn. Ja, 6 euro. Dus onder de 3,50 heb je, nou, ik vind dat we hier een beetje groente in zetten, tomaat, een beetje basilicum, mozzarella. Om voor 2-3 minuten daarin te doen. Dit is een kwartiertje werk, 20 minuten. Deze is binnen 5 minuten. Al met al, in een half uurtje, hebben we zo dit eigenlijk gerecht een beetje klaar. Dus ik laat jullie zien hoe het gerecht straks uit laat zien, of straks eruit ziet. Is het een beetje van geworden? Ik heb de vegetarische zwammer, die bak ik misschien vanavond of morgen wel voor een, nou dat moet dus vanavond, dan kan je buiten vriezen gehaald. Maar de kip, ja die is gaar, heb ik getest, maar omdat het dus nu al voor mij 6:30 is, moet ik over een klein half uurtje moet ik ongeveer de vandoor. Dus daardoor ziet het er, het is zeker weten gebakken, zeker gaar. Ik ga hier ook zeker van genieten. Met eventjes tv kijken en dan ga ik er zo weer vandoor. Om de, overblijvers te op te halen. Nu naar Zwolle toe om dus de overblijver te halen en dan zie ik je hier weer terug. Ja. Nou, na ongeveer 4 weken heb ik weer kaas. Haha. Beste mensen. Ik heb ook de te goed, overblijvers opgehaald. Zit hier in mijn tas. En ik ga dus nu openen. Kijk hoor. Ik ben zo bij jullie terug als ik de eerste heb. Ah, de eerste dat is Arla biologische yoghurt. Tot de 21ste. Nou, dat is nou de 20ste. Nou. Ja, ik weet niet eens of ik het zeg maar. Ik heet het zelf zeg maar nauwelijks yoghurt, maar ja. Wie weet, eet ik het wel eens een keer. Dit is. Geen. Oh. Nou, roomboter. Waarom staat daar een specifiek datum op? Oh, dit is dan tot de 22ste. Oh, lekker. Lekker dan. Oké. Net zoals verpakt. Deze. De bacon en ei. Nou, die is goed tot en met vandaag. Dus die eet ik vanavond ook gewoon. Oh. Ja. Ja. Nou, na ongeveer 4 weken heb ik weer kaas. Ook nog jong belegen. Normale waarde is 5,18 euro. Maar ja, nu is het dan 35% afgegaan. Die is tot en met vandaag. Nou, ik ga ervan uit dat deze nog 2 dagen houdbaar is. Dus dat is mooi meegenomen. En daarom valt de productie, de producten die ik heb, gewoon dan mee. Nou, dit is sowieso een bagger. ja, dit. Ja, nou ja. Eet ik zelf niet. En wokgroenten. Soepgroenten. Nou, die doe ik wel in de vriezer. Wat nog meer? Wat is het enigste? Oh, suf. Nou ja. Dit was hem eigenlijk al wel. Het is heel kort. Nou ja. Dit heeft als waarde 5,18 euro. Dit heeft als waarde. Nou. Meestal een eurotje of 2. Ja, roomboot is al duur. Dus ik begrijp het wel. Ja, biologische yoghurt. Ook vaak 2 euro nog wat. Dus ja, het is wel 15 euro hier aan waarde. Alleen. Als we kijken naar de tokoedeko's van afgelopen zaterdag. Nou ja, wacht. Althans, die zaterdag zagen. Vond ik dat meer waard voor Albert Heijn. Maar ja, roomboter. Ja. Ik hoop dat ik hem langer kan bewaren. Want ik gebruik niet zo heel vaak boter. Dus kaas gebruik ik moet ik wel vaak gebruiken. Deze komt vanavond op, dus ik ga dit invriezen en dan kijken we wel een beetje hoe verder we deze avond gaan beleven.
box die ik had gekocht van de overblijvers, die was 4,95. En wat ik ook zei, ik weet niet of ik het echt 100% waard vind. Ja. Kijk, de kaas dan weer wel, maar voor de rest, ja, ik heb er niet zo heel veel aan. Het was gewoon puur een gokje, omdat ik bij de AH2Go had ik wel dat er ja, goede dingen in zaten. Ja, hopelijk doet de Jumbo dat ook binnenkort. Dat ze misschien ook op To-Go dingen gaan inzetten. Dat lijkt me wel ja, echt leuker dan steeds zelf in de winkel kijken. Maar dat is aan Jumbo zelf uiteraard. Maar voor de rest verkopen ze allemaal gewoon goede producten. Ik ga trouwens nog even tv kijken. En dan zie ik dan zie ik jullie zo weer verschijnen. Zo zie ik het nu uit. En het is dezelfde tijdstip als dat ik de vlog van gisteren heb afgesloten. Kijk maar. Oh. 12:30. En ik lig er zo bij. Terwijl ik niet veel heb gedaan vandaag. Maar we gaan alsnog deze vlog afsluiten. Hier maak ik gewoon energie hoor. Ja, het is een middelmatige vlog. Het is niet super lang. Maar het is ook wel weer leuk om naar te kijken. Nou, ik hoop dat jullie inderdaad heel leuk naar deze vlog hebben gekeken. Ik in ieder geval hopelijk wel. Ik ga zo de vlog bewerken. Dat doe ik omdat ik morgen daar waarschijnlijk niet zo heel veel tijd voor heb. Maar dat maakt het voor de rest niet uit. Dus hopelijk heb jij genoten van deze vlog. Oh ja? Zo ja. Dat bedoel ik. Geniet een dikke homo-center in je werk uit. Kan dat ook abonneren hier beneden. En hopelijk kijk ik jou morgen om 3 uur de middag gewoon terug bij deze nieuwe vlog. Of bij een nieuwe vlog. Dus ik kom niet uit mijn woorden. En dan zeg ik zoals altijd. Later. Thirst.